Hey allemaal, het is dinsdag 16 februari en ik neem jullie weer mee. Tenminste, niet per se nu, maar ik heb de afgelopen weken dingen gevlogd en wat dingetjes gefilmd. Het zijn allemaal losse dingetjes, dus het heeft niet echt een betekenis of iets. Ja, het heeft wel allemaal een betekenis, maar het is meer, het zijn allemaal kleine losse stukjes. En die wilde ik toch in één video laten zien. Ik ben Naomi trouwens, voor de mensen die me niet kennen. Hoi, leuk dat je kijkt. En ik maak soms vlogs en soms andere video's. Ik heb op dit moment vooral heel veel video's op mijn eerste kanaal, Naomi Hunestein. En daar zet ik allemaal filmpjes op voor school voornamelijk. Ik werk op een VSO, dat is voortgezet speciaal onderwijs. En daar heb ik wat filmpjes voor gemaakt, omdat we in lockdown zitten op dit moment natuurlijk, net als iedereen. En ja, mijn idee is om straks in de voorjaarsvakantie een dagelijkse vlog te gaan maken. Dus elke dag een video. En dan gewoon in ieder geval de voorjaarsvakantie en daarna ook weer de weekvlogs op te pakken. Dat lijkt me gewoon heel erg leuk. En dat betekent dus dat we vrijdag beginnen met Bennet's verjaardag. Want Bennet is jarig vrijdag. En dan begint voor mij de voorjaarsvakantie. En zaterdag gaan we dus even op visite. Bij zijn ouders en bij zijn zus en zwager. Mijn schoonouders, mijn schoonzus en zwager. En dan gaan we daar even taartje eten. En zondag gaan we mijn ouders taartje eten. Dus het leek me gewoon leuk om jullie daarin mee te nemen. En ik neem jullie gewoon nu ook even mee in wat ik aan het doen ben. Morgen hebben we afscheid van een collega. Of nou ja, afscheid. We gaan even lunchen, want ze gaat met zwangerschapsverlof. Dus ik heb soep op staan. Die is denk ik bijna klaar, dan kan die afkoelen en dan kan ik hem morgen meenemen. En verder ben ik Big Brother aan het kijken en is er een discussie gaande over de avondklok. En is het nou niet duidelijk of er nou wel of geen avondklok meer is. Want aan de ene kant zeggen mensen dat het niet meer zo is en aan de andere kant zeggen mensen dat het wel zo is. Dus ik zal nog eens even kijken wat er nu staat. Ik weet het niet. Het laatste nieuws is dat er nog steeds een gesprek plaatsvindt. En wat er nou aan... Ja. Ik kan het nog steeds niet vinden. Dus ik weet het nog steeds niet of er nou wel of geen avondklok is. Maakt voor mij niet uit, want ik hoef niet naar buiten. Ik heb alles in huis en ik ga ook niet meer naar buiten. Ik ga lekker op tijd naar bed. Het is nu 19:30, dus ik heb nog wel eventjes soep. Ga ik zo uitzetten. Ik heb juliennesoep gemaakt. Voor mensen die dat niet kennen, dat is een soort net wat pittigere groentesoep met vermicelli. En met rundvlees, runderballetjes en met poulet. En poulet, dat is een rundvlees wat je in de soep doet. Vanavond heb ik pasta pesto gemaakt. Met pesto in kokeroom. En ik ben nu lekker Big Brother aan het kijken. Nog 2 weekjes, dan gaan we verhuizen. Dan is dit huisje niet meer ons huisje. Dan komt er een nieuw huisje. En ik ben heel benieuwd hoe dat is. Misschien dat ik zo meteen deze video die je nu kijkt nog even ga editen. Weet je ook gelijk wanneer ik dat gedaan heb. Het ligt er een beetje aan hoe mijn hoofdpijn zich ontwikkelt. Want ik heb een beetje hoofdpijn. En dan is een hele tijd naar een scherm kijken niet zo handig. Dan kan ik beter iets anders gaan doen. Ik weet niet zo goed wat. Want we kunnen niet zoveel meer. En ik ga nu ook niet meer wandelen. Want ik vind het donker en koud buiten. Dus ik ga nu nog even lekker op de blog verder kijken. En ik wens jullie vast een fijne avond. En tot een andere keer. En ik weet nog niet of ik deze week verder nog ga vloggen. Dus ik denk dat dit het einde van de video is. Ik wens jullie een hele fijne avond, fijne middag, fijne ochtend wanneer je dit kijkt. En tot de volgende keer. In de volgende video. Ik hoop dat jullie genoten hebben van alle beelden die jullie gaan zien. En dan komen nu de beelden van de afgelopen weken. Nou, ik ben weer een verhuisdoos aan het inpakken. Die... En er komen vast wat spullen uit de kast in. Dus wat borden. En, of nou, borden denk ik nog niet echt. Maar wel wat wijnglazen, champagneglazen. Dingen die we nu toch niet meer gebruiken tot aan... Zo. Dingen die we nu toch niet meer gebruiken tot aan maart. Die kunnen we net zo goed wegdoen.
Dus dat ben ik nu aan het doen. Nou, is de maandag weer voorbij. Vanavond hebben we curry gegeten met gehakt. Ik ben nu op YouTube. Alvast de video's voor dinsdag en woensdag aan het klaarzetten. Zodat ik die alleen nog maar naar ouders hoef te mailen. En dan kunnen ze de filmpjes kijken. Een sneeuwballendictee en een muts maken. Dat was hem, een muts maken. Verder is het bijna 10 uur, dus ik ga lekker mijn tanden poetsen. En ik neem een boek mee naar bed, want ik heb niet alleen een goed voornemen om af te vallen, maar ook een goed voornemen om niet meer op mijn telefoon te zitten in bed. Dus dat is nummer 2. Ik ben heel benieuwd of dat werkt. Want gisteravond sliep ik echt vet laat en dat wil ik eigenlijk niet, want dat vind ik heel vervelend. Morgen moet ik naar school, moet ik de opvang draaien een dag. Samen met een collega en met 2 leerlingen. Dus dat wordt vast gezellig. En we gaan een Zoom-meeting doen met de klas. Dat is ook super leuk. Dat wilde ik eigenlijk nog even vertellen. De maandag is voorbij. Tot morgen. Hey, het is dinsdag en ik kom thuis net, want ik heb een dagje de opvang gedraaid op school. En mijn pakketje is er van afvallen met Brechtje. En dat ziet er echt heel gezellig uit. Dus ik ga dat even aan jullie laten zien. Want ik word daar zelf heel vrolijk van. Dus ik hoop jullie ook. En dat begon al met deze. Dus bezorger, fijn dat je voorzichtig met het pakketje omgaat. De buren, bedankt voor het aannemen van het pakket. Super lief. En ontvanger, we zien je graag weer terug. Nou, en dan doe je hem open. En dan is het dus zo. Super gezellig. Bedankt voor je bestelling. Met een kaartje. Wat leuk dat je bij ons besteld hebt. Van Team Brechtje. Hier nog Brechtje pakt uit. Ja, dat is een winactie. En een roze papiertje. Daar word je toch blij van. Dan ga ik hem openmaken. En dan heb ik de low carb fit knoflooksaus. Ik ben heel benieuwd. Die ga ik misschien vanavond wel proberen. En de chocoladesaus. Die ga ik misschien zo meteen al wel proberen. En dan een heleboel. Oh ja. Dit zijn zadencrackers. 70% minder koolhydraten staat erin. Dat betekent dat er per 100 gram 15 gram koolhydraten in zitten. Dat is niet zoveel. En dan deze. Dit zijn tortilla wraps. Ook low carb. Daar zitten 11 gram koolhydraten per 100 gram. Dus dat is echt heel, als je dat vergelijkt met normale wraps, is dat echt heel laag. Dus ik ben helemaal blij. Ik ben helemaal blij. Het pakketje is binnen. Superleuk. En de factuur erbij. Nou, superleuk. Bennet komt zo. Dan gaan we even mijn bandenspanning meten. Want ik weet nog steeds niet precies hoe dat moet. En hij wel. Ik ga even het konijn eten geven. En ik moet nog steeds de kerstboom aftuigen. Ik heb nog steeds. Het is inmiddels 19 januari, mensen. Het is 19 januari. En mijn kerstboom staat daar nog. Dus die is al hoog toe aan het aan naar buiten gaan. Of tenminste, ja. Verder voel ik dat de kachel lekker aan is. Ik zie wel dat de... Oh nee, de deur is dicht boven. Gelukkig. Anders gaat de kou allemaal naar buiten. Ik ga even lekker wat drinken pakken. En dan even wachten tot Bennet er is. En dan gaan we mijn bandenspanning meten. Ik zie jullie vandaag vast nog wel een keer. Goedemorgen. Het is vrijdag en Bennet en ik gaan vanmiddag een weekendje weg. Afgelopen week ben ik maandag goed van start gegaan. We hebben op zich met het eten ook echt wel opgelet. Maar het wandelen is niet echt gelukt. Dinsdag regende het de hele dag. En toen had ik echt geen zin om na schooltijd nog te gaan wandelen in de regen. En verder heb ik dat eigenlijk gisteren en ook niet meer gedaan. Had makkelijk gekund. Achteraf gezien wist ik dat. Ik wist dat die dag natuurlijk ook wel. Maar ja, het is lastig om motivatie te vinden als je gewoon gaat wandelen. In je eentje, tenminste voor mij. Want ik hou helemaal niet zo van wandelen. Het weekend gaan we naar de staakcaravan van mijn opa en oma. Dus daar kan ik veel bewegen als ik wil. Nee, dan kan ik ook wel lekker stukjes gaan lopen. En verder ga ik vanochtend nog even werken voor school. Ik ga nog even een nieuwe challenge opnemen. En ook vast de gebarenchallenge voor maandag. Zodat ik die niet meer in de caravan op hoef te nemen.
En zodat ik daar echt even alles offline kan zetten en gewoon lekker kan chillen met Bennett. En dan moet ik nog boodschappen doen en een vriendin belt mij nog vandaag om even te kletsen. Want die heb ik al een hele poos niet gesproken. Dus dat is een beetje de ochtend. En vanmiddag gaan we naar Rund. Ja, en ik moet hier nog even opruimen en de was opvouwen. En nog even een tas met kleren inpakken. Dus ik ben echt nog lang niet klaar met wat ik allemaal moet doen. Maar ik begin even met de filmpjes maken voor school. Dan heb ik dat in ieder geval gedaan. Dan kan ik school afvinken. Hey. Het is super lekker weer. Ik heb net met Doreen gebeld. Dat was super gezellig. Ik ga het konijn ook even schoonmaken, dus ik ga je schoenen aandoen. Kijken wat mijn instapschoenen zijn dan hier. En dan, oh daar ben ik. En dan ga ik even het konijn ook schoonmaken. Dat zal hij vast fijn vinden. En dan even voer geven. En... hoi. Dat hij daar in ieder geval weer even over uit kan. Zo, dan zal ik even in de brievenbus kijken. Ik heb ondertussen Big Brother aanstaan, dat is een nieuwe verslaving. Hé, hey, mijn tijger. Geen post in de bus. Nou, dan ga ik het konijn ook even schoonmaken. En daarna de tas inpakken en nog even boodschappen doen. En dan gaan we lekker door naar vakantie. Dit is onze deur. Daar komen wij altijd naar binnen. En als je binnenkomt, dan zie je dit. De woonkamer met de bank. En de eettafel. En hier is dan onze keuken. Wij wonen in een heel piepklein huisje. Maar zoals je misschien wel weet, gaan we binnenkort verhuizen. En dan gaan we naar een wat groter huis. Als ik dan even doorloop, zie je een mooie kast. En een gitaar. Want ik speel graag mijn gitaar als ik thuis ben. En de bank. En de televisie. En achter die deur, daar zit de badkamer. Daar kunnen we ook wel eens een kijkje nemen. Kijk. De badkamer. En dan zie je mij in de spiegel. Kan ik even naar jullie zwaaien. Een droger en een wasmachine. Een wc. En een douche. Loop ik daar weer uit. De wasmachine is klaar, die piept. Dus die was moet straks in de droger. En dan hebben we hier al de trap. En daar kunnen we naar boven. Gaan we ook maar eens even doen. En boven komen we op een gangetje. En dat is de berging met de stofzuiger en het wasrek. Doe ik hier de deur open. Komen we in de slaapkamer. Nou, ons bed en weer een spiegel waar ik even in naar jullie kan zwaaien. En dat is onze slaapkamer. En ik lig altijd daar of daar. Eigenlijk overal op bed. En dan gaan we weer naar beneden. En dan ga ik jullie nog één ding laten zien. Dat zit hier achter het. En dat is het konijn. Moet ik alleen even mijn schoenen weer aandoen, want die heb ik net uitgedaan. Zo. Gaan we even naar buiten. Hey, hi. Dit is Tijgertje. Hey, poepie. Tijgertje is ons konijntje, die woont bij ons. En die krijgt voer en drinken en hooi. Dat vindt hij allemaal lekker. Maar Tijgertje lust geen wortels of appels. Dat lust hij allemaal niet. En dat is wel een beetje gek, want normaal vinden konijnen dat heel lekker. Maar mijn konijn vindt dat niet lekker. Nou... dat is eigenlijk al een rondleiding door mijn hele huis. Want wij hebben een heel klein huisje. Met alleen maar een beneden en boven één slaapkamer. Onze rit naar de schaapjes. We rijden in de sneeuw.
Het is zondag 8 februari? 9. Ik weet het eigenlijk niet. Maar in ieder geval, we rijden op de weg en het waait heel hard. Dus de sneeuw ziet er heel cool uit. Ja, doe jij je muts maar even op. Het is koud in de auto. Gaan we dan nu naar mijn ouders? Snetje eten, ben het doe normaal. Gaan we nu naar mijn ouders uit de soep eten? Gaan we nu naar mijn ouders uit de soep eten? Oh. Nou, dan niet. Zachtjes rijden, Ben. Het sneeuwt. Helemaal niet. Helemaal wel, dat zie je toch op je raam. Wat denk je dan dat het is? Het is heus geen regen hoor, het is -4. Ik stond net tot mijn knieën aan in de sneeuw. Tot mijn knieën. Dat is echt heel ver. Ik heb niet zoveel te vertellen, ik ben nog iets te vertellen. Nog 3 weken en dan krijgen we de sleutel van ons nieuwe huis. Laten we dat even vertellen. En ik ben vanochtend bezig geweest met verf en mijn hang. Toen we nog in bed lagen, want ik was al om 7 uur wakker. Oh, oh, oh. Ik vind die bergen met sneeuw toch naar hoor. Dat is leuk. Ja. Lekker slippen en driften. Nou, gauw lekker naar huis. Lekker bij de kappen zitten. En nu haal jij het tegen met je auto. Daarom komt er niet meer, daarom wordt het alleen maar minder. Schapjes! Kijk, nu hou je het tegen, dus dan wordt de weg helemaal. Apart, hè? Het heeft gesneeuwd. En dat hebben jullie vast allemaal al gezien, maar ik wil het toch nog even laten zien. Tada! En het konijnenhok staat zo, omdat er dan het minste wind in het konijnenhok komt. En dan kan hij ook lekker gewoon zitten. En elke 10 keer op een dag krijgt hij nieuw water in zijn flesje, omdat het water natuurlijk elke keer bevriest. Dus we zorgen goed voor ons konijntje. Verder ben ik aan het afwassen en wilde ik eigenlijk weer even op de weegschaal gaan staan. Dus dat ga ik doen. Ik ga even mijn dikke trui uitdoen en dan ga ik op de weegschaal. Ik ben heel benieuwd wat het vandaag brengt. Ik denk weinig goeds. Maar ja, dan weten we het niet, hè? Ik ga de weegschaal pakken. Ik zal de weegschaal filmen, dan kunnen jullie ook zien hoe erg het is. De laatste keer dat ik op de weegschaal stond was het 87, dus we gaan kijken wat het nu is. Het is nog steeds 87. Er is dus nog niks. Ja, vorige keer was het .3, nu is het .1. Maar dat kan natuurlijk ook komen. Dat kan ook komen doordat ik die keer minder geplast had of al gegeten had, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik ga straks stappen met mijn moeder lopen. Stappen. Gingen we maar stappen. Nee, lopen. Maar ik ga eerst de afwas even afmaken. En verder heb ik Big Builder aanstaan, ben ik aan het kijken.
En vandaag is de school niet open, dus ja, ik ga thuis maar een beetje mijn mail checken. We zouden eigenlijk op school gesprek hebben, maar dat gaat niet door. Dus ik ga thuis maar een beetje mijn mail checken en zo, en dan zie ik verder wel wat ik ga doen vandaag. Zo meteen in ieder geval even lopen met mijn moeder. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag 11 februari. En ik ben vandaag weer aan het thuisles geven. Dus dat betekent dat ik nu nog niet zo heel veel heb te doen. Het is 9 uur. Om 9:30 heb ik afgesproken met de leerlingen via Zoom. Dus dat ga ik even filmen. En ik neem jullie gewoon lekker een dagje mee in hoe mijn thuiswerkdag eruit ziet. Dit is wat ik eerst ga doen. De afwas, want we hebben een hele berg van al 3 dagen. Dus het is heel veel, maar dat is niet erg. Ik ga gewoon rustig beginnen en dan zie ik wel waar het schip strandt. Verder heb ik Big Brother weer aanstaan. En dan heb ik een lijstje gemaakt met wat er vandaag allemaal moet gebeuren. Dat doe ik zoals bijna elke ochtend op het moment, omdat dat gewoon makkelijk is. Dan weet je gewoon wat je moet halen en wat je moet doen. Dus ik heb een meet met de klas voor over de tafel van 2, een meet over de tafel van 6 en 7. Ik moet een mail sturen, ik moet even een collega appen, ik wil stofzuigen, afwassen. De was opvouwen, maar die zit nu nog in de wasmachine, dus die moet nog in de droger en daarna moet ik hem opvouwen. Ik wil de slaapkamer poetsen, ik ga schaatsen met mijn moeder, de bloemen moeten echt weg. En ik moet een kopie van mijn ID-kaart sturen naar de notaris voor de overdracht van het huis volgen. Over 2-3 weken. Dus dat moet allemaal gebeuren. Ja, het zonnetje schijnt lekker, dus dat is fijn. Dus dat betekent dat ik gewoon licht heb binnen. Maar ik ga eerst afwassen nu en dan zien we daarna wel weer verder. Ik vraag jullie om een duimpje omhoog te doen als je hem leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, dat vind ik leuk. En een hele fijne dag. Fijne avond, slaap lekker. Ik weet het niet wanneer je dit kijkt. Doei doei!